ik hoop dat jullie vlog 1 leuk hebben gevonden. In 2 gaan we wat meer laten zien over waar we trainen, wat we doen. Ja, ook wat meer van de omgeving misschien. Maar natuurlijk vooral waarvoor we hier zijn. Voor het trainen. En dit weekend hebben we ons eerste toernooi. De SA Open hier in Adelaide. Maar nu eerst gaan we, want het is hier alweer avond. Wij gaan nu eerst naar de beachvelden terug. Want daar hebben we met alle mensen vandaar een... barbecue. Yes, let's go. Dit is de barbecue. Daar hebben we net lekker van gegeten. En hier zijn alle mensen van de barbecue. Dit is waar we trainen. Soms trainen we op het strand en soms trainen we hier. Daar zijn nu wat jongens aan het trainen. Lekker barbecue'tje, hè? Nou, we gaan even lekker naar de stad. Dan gaan we naar de food market. Leuk! Chinatown, maar dan in Adelaide. We fietsen door rood. Oh, beddes. Central Market. Dit is de food market. We hebben het Nederlandse kraampje gevonden. Oliebollen, hagelslag, appelmoes, allemaal hakpotjes, thai thai poppen, beschuit, paprika chips. Oh, lekker man. Hallo, we zijn net in de food market geweest. En nu zijn we in de bioscoop naar Pitch Perfect. Nou, de film was erg leuk, echt een aanrader. Pitch Perfect 3, allemaal naartoe gaan. Adelaide City was echt super leuk. Kijk nou hoe schattig. Nou, de stad gehad te hebben, gaan wij jullie beelden laten zien van onze training. Want we doen hier ook wel een beetje leuk sightseeing, maar we zijn hier natuurlijk echt voor het trainen. Van onze eerste trainingsweek hier in Australië. Morgen gaat het echt beginnen voor ons, ons eerste toernooi, de SA Open hier in Adelaide. Vandaag is het toernooi begonnen, het is vrijdag vandaag. Vandaag spelen de teams kwalificatie en wij gaan morgen beginnen als derde gerankt. En we gaan zo nog even het stadje Glenelg in. Daar laten we jullie zo ook wel even wat van zien. En daarna hebben we nog een lekkere Thaise massage. Om ons optimaal voor te bereiden op de toernooidag morgen. Relaxen. Doei. Daar zijn we weer. Een hele bijzondere massage. Goed wat klappen gekregen. Een beetje een boksbal. Maar ontspannen zijn we wel. Het eerste toernooi is begonnen. En we hebben ook meteen de eerste wedstrijd gewonnen. Het is 21-12 en 21-11. Yeah, tweede is ook binnen. Nu staan we dus in de kwartfinale. Want we hebben bye voor de tussenronde. Dus to be continued! Halve finale! We gaan door naar hoe ze het hier noemen: Super Sunday! Oké, wedstrijd 4 hebben we ook gehad. En die hebben we gewonnen met een dikke 2-0. Dat betekent dat we in de finale staan. Score is 9-5, Gerson Red Heart.
left wheel, it gets low. Partner to get to, 19-14. Wow, to Sam, leading, looking at first set. And Star with a big block, blocking out Maria Faye, 20-14. Set points, wow, to Sam. That goes long. First set, Wilder Sam, 21-14. Back on court in just a couple of moments. Defense again from Tatro Del Sola, but unfortunately, knuckleball wide and wowed in a serve. It's Wilder's turn for an ace, 10-9, crowd stunned silent around center court. There, Wilder's, Kelsey going to switch in, 14-11 the score. Match points here, championship points, gold medal points for the pairing of Katja Starm and Julia Wilder's. Gentlemen, there you have it. Gold medalists Katja Starm, Julia Wilders, defeating Maria Faye, Artacho Del Sola, and Steph Wheeler. 2 sets to 1, 15-11 in the third. Fantastic game. The massive crowd appreciating what the girls did. Well done to Katja and Julia. And history books, and of course, the trophy held high, ladies and gentlemen. Please give them a big round of applause. De finale is ook gespeeld en we hebben een medaille gekregen. Ja. En dat is goud. Woehoe! Wij sluiten dit mooie weekend af met een gouden medaille. En hiermee sluiten we vlog 2 dus af. En in vlog 3 zijn weer hele leuke dingen te zien. Dus blijf kijken. Later! Welkom bij Freek in de Wildernis. We zijn vandaag op zoek naar de zwangere haas met ijzeren ballen. Extreem zeldzaam. Ja. Hallo. Dat boeit toch niet? Hij was net. Op onze fietsjes weer terug. Dat moet uit. Doei! Doei!